voordat ik echt begin met mijn speech, wil ik u eerst een heel hartelijk en goed nieuwjaar toewensen. Hoop veel succes, u allen. En daarnaast, wat het wel het belangrijkste is, zou ik zeggen, een hele goede gezondheid. En zorg dat dat ook zo blijft gedurende het hele jaar. Daaraan gekoppeld, wou ik nog direct maar stilstaan eigenlijk bij het slechtste moment wat we altijd hebben op de nieuwjaarsreceptie. En dat is dat we toch ook moeten denken aan de mensen die overleden zijn afgelopen jaar. En daarvoor wou ik graag 1 minuut stilte. Dank u. Ik moet zeggen, hier staat toch wel een hele trotse voorzitter. Een trotse voorzitter. Waarom? Omdat ik ook voorzitter van deze schitterend mooie club mag zijn. Inmiddels al bijna 3 jaar. En ik doe het met uitermate veel plezier. En waarom ben ik zo trots op deze club? En dat komt toch vanwege wat je dan weer leest. Ik was op vakantie 2 weken. En dan lees je de Voetbal International een beetje, van links naar rechts. En van voor naar achter. En dan zie je toch dat wij een uniek mooie club zijn. En daarom zei ik ook al, we zijn misschien niet de beste, maar wel de mooiste club van het land. Als je ziet dat onze club volstrekt in handen is van onze supporters. Van de vereniging. Van de sponsoren. Van de aandeelhouders A en C. Van de stak. Eigenlijk van ons allemaal. En dat is uniek mooi. En dat moet ook zo blijven. Dat is een van de kernwaarden van de Graafschap. De club moet van het volk blijven. Daarnaast, wat ook verschrikkelijk mooi is en waar we toch traditioneel in zijn en waar we ook aan vast moeten houden, is het echte gras op het veld. En ik moet zeggen, veel van die clubs die tegenwoordig dat gezeur hebben over dat kunstgras en dat ze zeggen van goh, het is allemaal zo duur dat we nu weer nieuw gras moeten hebben. Je kan het ook omdraaien en zeggen, jongens, jullie hebben altijd boven je stand geleefd, maar je had eigenlijk altijd gras moeten hebben in plaats van het kunstgras. In het eerste helft van het jaar gaf Hans Veldhorst ook aan dat hij wilde stoppen als algemeen bestuurder van de Graafschap. Ik moet zeggen, Hans die had ziel en zaligheid in de paar jaar daarvoor aan de club gegeven. Had erin gestopt. Hij had de club behoorlijk op orde. Hij, wat ik al zei, hij heeft enorm veel inzet in de club gestoken. En mede door hem is de club toch wel, ook financieel, waar ik zo op terugkom, weer in redelijk vaarwater gekomen. Hans, ik wil je namens het DB, RWC en ik mag ook wel namens, hopelijk namens u allen spreken, heel hartelijk bedanken voor al het werk wat jij gedaan hebt. Vorig jaar noemde ik je al vrijwillig, want ja, dat kan helaas niet meer, want je hebt maar 1,5 jaar gewerkt. Maar losstaan daarvan zou ik zeggen, Hans, voor Hans een hartelijk applaus. Toen dat bij ons bekend was, dat Hans ermee wilde stoppen, zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe algemeen bestuurder. En die hebben wij gevonden in Hans Martijn. Bij iedereen neem ik aan bekend. Hans Martijn die kwam uit het burgemeesterschap van Bunnik. Wat natuurlijk best een beetje een rare move was van burgemeester naar algemeen bestuurder van een club. Waarbij een paar jaar geleden, of 1,5 jaar geleden, nog maar de vraag was, zou deze club nog bestaan gezien het feit dat wij in categorie 1 zaten. Wij zijn uitermate blij dat Hans Martijn voor de club gekozen heeft. En hij heeft toch zijn hand laten spreken in plaats van zijn portemonnee. En daar zijn wij hem bijzonder erkentelijk voor. Hans Martijn is een iets andere persoon dan Hans. Hans Martijn die komt natuurlijk uit het burgemeesterschap. En zijn maatschappelijke betrokkenheid is erg hoog. En dat zie je ook weer terug in de contacten die we op dit moment hebben met de gemeente enzovoort enzovoort enzovoort. Waar ik ook bij de doelstellingen voor 2018 nog even op terugkom. De club is uit categorie 1 gekomen, is naar categorie 2 gegaan. En we hebben ons nu voor het tweede of derde moment gekwalificeerd voor categorie 2. En als je dan spreekt over jaren dat je in de eerste of in de Jupiler League speelt, dan is dat een enorme prestatie.
Raymond heeft daar ook ongelooflijk goed werk verricht. Dan kom ik weer terug op het sportieve. Over de eerste vier wedstrijden van het jaar heb ik al gesproken. Daar competitie gemist. Erg vervelend. Maar we begonnen vol goede moed aan de tweede helft van het jaar. Ik moet zeggen, ik weet niet hoe u dat ervaren hebt, maar wij hebben dat in ieder geval ervaren als een redelijk eerste helft van het seizoen 17-18. Wij hebben goede wedstrijden gespeeld, waarbij, denk ik, de absolute uitschieter Ajax uit was. Maar ja, Ajax ligt ons wel. Totdat wij helaas getroffen werden door, hoe ik het aan onze trainers heb uitgelegd, het decembervirus. Want december was natuurlijk nog een redelijk desastreuze maand voor ons. In de tweede helft van het jaar, maar dat is toch ook wel begonnen al in 2016, 2017, dat we een enorme goede binding met onze supporters hebben gekregen. Ongelooflijk wat die supporters toch teweeg brengen. Ik moet zeggen, de sfeeracties die we nu weer op in het stadion hebben, zijn van enorme hoogte. Ik denk dat dat wel de beste sfeeracties zijn in Nederland. En het klap op de vuurpijl was natuurlijk wel dat zelfs de sfeeracties niet meer alleen in ons stadion plaatsvinden, maar zelfs ook buiten de Graafschap of buiten de Vijverberg. En deze keer was het dan bij Telstra. Ik vind het verschrikkelijk mooi, die dingen. En ik denk ook dat het erg gewaardeerd wordt door vele supporters, sponsors enzovoort. En ik hoop dat deze club, daar is het de PT03, dat ze daar nog lang mee door zullen gaan. En hopelijk, om ze een beetje te sarren, komt er nu ook nog echt iets creatiefs. Wat willen we nou doen in 2018? Nou, onze doelstelling is top 5. En mensen die mij kennen, ben ik daar nooit tevreden mee, maar top 5 is onze doelstelling. Ik denk ook dat dat er wel in zit. En dan vervolgens kom je in de na-competitie. Hopelijk kunnen we die eerste ronde overslaan. Komen die tweede ronde. En ik moet zeggen, dan weet je nooit precies wat er gebeurt. Want ik vind die na-competitie altijd een beetje loterij. En hopelijk trekken wij het goede loodje dan. En zullen we promoveren. Er is geen vereiste. Maar als het niet gebeurt, dan zeg ik van, dan moeten we volgend jaar minimaal top 3 spelen. Dan mogen we die doelstelling ook wel een beetje bijscherpen. Of aanscherpen. Er zijn natuurlijk een aantal voorwaarden waar we dan aan moeten voldoen om zoiets te realiseren. Maar ook om, mochten we promoveren, ik moet zeggen, die kans is, schat ik misschien op 25%. Dan moet je toch de voorwaarden hebben om in die Eredivisie te spelen. En daarom hebben wij in december met Henk en Sandor, plus DB en ikzelf dan, bij de Krent gezeten in Hummelo. En toen hebben wij een x-aantal minuten over voetbal gepraat. En toen zijn we daar wel tot de conclusie gekomen om het contract met deze twee heren te verlengen. En dat heeft ook plaatsgevonden. En ik weet niet of de handtekening er inmiddels onder staat, maar zowel Henk als Sander die hebben aangegeven dat ze daar uitermate content mee zijn. En met andere woorden, Henk is volgend jaar ook de hoofdtrainer van de Graafschap. En dan die trainers, die zeggen altijd van tussen de linie spelen en van binnen naar buiten. En ik weet allemaal niet. Kijk, als RWC is, dan heb je natuurlijk geen bestand van de techniek. Peter zegt altijd van, jongen, jullie moeten naar de cijfers kijken. Jullie moeten een beetje naar de organisatie kijken. Maar verstand van voetbal hebben jullie niet. Nou, dat hebben wij ook maar beaamd en gezegd van, Peter, wij zullen daar niet meer veel over praten. En gezien het feit dat wij toch ook erg tevreden zijn over Peter's functioneren, ook in de samenwerking met de technische staf, hebben wij ook het contract met Peter verlengd. Dus daarom, Peter, hartstikke mooi dat we volgend jaar jou ook hier hebben. Als je zegt van,
die top 5 halen, in die top, dan wel die top 3 volgend jaar, dan zeg ik van ja, dat is toch ook afhankelijk van de spelersgroep. En wij vinden eigenlijk dat wij een beren goede spelersgroep hebben. Als je ziet wat voor wedstrijden we gespeeld hebben, hier thuis, en wat ik net al noemde tegen Ajax, dan denk ik dat wij een spelersgroep hebben waar genoeg kwaliteit in zit. Af en toe hebben wij wel eens het idee, en ja, wat ik zei, wij zijn maar amateurs in onze gedachtenvorming. Dan zeg ik van, jongens, kunnen die spelers niet nog een tikkeltje harder lopen, iets feller? En wat wij hier willen zien op de Graafschap is toch dat ze 90 minuten lang de snot voor de ogen lopen. En werkelijk waar, als ze dan een keer verloren worden, is niet zo erg, maar die inzet willen we hier zien. En dat vind ik ook dat Henk in zijn staf aan onze spelers moet doorgeven. En die enorme scherpte moeten zij ook in de tweede helft van dit seizoen aan de dag leggen. Een keer verliezen is niet erg, maar volledig inzet, dat is vereist. Ik denk, om echt een goede begroting, een goede huishouding te hebben, dan moeten wij onze begroting, die nu ongeveer op 5,5, 5,6 miljoen zit, moeten wij naar een kleine 7 miljoen opkrikken. Anders wordt dat lastig. Daar zal ons commercieel team vol voor aan de bak moeten, samen met uiteraard Hans Martijn. Mooi te noemen daarin is dat er een aantal sponsoren opgestaan zijn. Dat was, dacht ik, in augustus, september, onder leiding van Ferry Nahom en Clemens en Hans Martijn. En die hebben gezegd van jongens, wij willen wel toch een soort nieuw fundament ook onder de club leggen. Want in het verleden is er altijd gebruik gemaakt van toch een x-aantal, ja, tussen aanhalingstekens, investeerders. Als je investeert in de Graafschap, is geld toch weg, dus het was meer gullegevers. En die zijn opgestaan en die zijn een initiatief gestart. En dat initiatief noemen ze de Herenboeren. Nou, de Herenboeren, dat is een groepje mensen die betalen geld. Die krijgen een aantal plaatsen, 2. En van dat geld gaat een groot gedeelte, 9/10 deel, gaat naar de club. En 1/10 deel gaat naar een evenement, dan wel een maatschappelijk evenement, dan wel bijvoorbeeld wat we gezien hebben met Orion. Die moesten naar Siberië, of die moeten nog naar Siberië. En hebben de herenboeren daar 7.500 euro aan gegeven. En zo heeft het toch een enorm maatschappelijk karakter, die herenboeren, tezamen met de ondersteuning van de club. En grote hulde voor Ferry en Clemens voor dit initiatief. Dan iets wat mij... Wat niet zozeer in onze handen ligt, maar meer bij de KNVB. Ik zal niet al te veel zeggen over de KNVB, want Fox is er ook, dan weet je het maar nooit. Maar dat zijn de televisiegelden. Want als je nou kijkt naar de televisiegelden, dan zie je Ajax, Feyenoord, PSV, die krijgen natuurlijk het meeste geld, helemaal terecht. Alleen de verdeling tussen de Eredivisie en de Jupiler League is dusdanig scheef dat veel clubs in de eerste of in de Jupiler League het moeilijk hebben om hun begroting rond te krijgen. En onder leiding van Raymond, die daar een rol in speelt, ook richting de KNVB, hopen we dat we in ieder geval een meer acceptabele verdeling van de televisiegelden gaan krijgen. En hopelijk met het seizoen 2018-19, dan wel 19-20. Want ik denk dat dat veel clubs in de Jupiler League zou helpen. En uiteindelijk zijn ook de topclubs, want tegenwoordig willen die topclubs ook allemaal in de Jupiler League spelen. Jong AZ, PSV, Ajax. Dus iedereen is erbij gebaat en ik hoop dat dat toch in 2018-19 gerealiseerd gaat worden. Nog een nieuwtje. Onze burgemeester heeft gisteren aangekondigd dat er bier op de tribune mag. Daarnaast, wat ik al zeg, van, we zijn wel een voetbalclub. Maar het maatschappelijk karakter van de club moet toch wel behoorlijk vooraan staan. Wij zijn gebaat bij veel supporters. Met andere woorden, ook uitstraling in de regio. Niet alleen in de gemeente Doetinchem, maar ook in al onze omliggende gemeentes. En daar moeten we hard aan werken. Daar moeten de spelers aan werken, de technische staf, het bestuur, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Om groot draagvlak binnen de hele regio Achterhoek te krijgen. Dus met andere woorden, als je dat zo samenvat, dan heeft het DB heel veel te doen aankomend jaar. Daar wens ik ze heel veel succes mee.
En wij als RWC zullen daar hard aan meewerken en af en toe zullen we dat beoordelen. Om te besluiten wil ik eigenlijk iedereen die hier is bedanken. Ik wil alle supporters bedanken. Zowel alle supporters die hier thuis zijn, maar ook bij de uitwedstrijden. Want het is natuurlijk toch wel uniek dat wij iedere keer zeg maar een 200 supporters in het uitvak hebben. Alle vrijwilligers, hartelijk dank. Zonder de vrijwilligers kan een voetbalclub bijna niet bestaan. Dus u bent cruciaal. Daarnaast alle sponsoren. Het is helder dat die sponsoren veel geld bijdragen. En ook zonder dat zouden wij geen voetbalclub hier hebben. Dus ontiegelijk bedankt. En iedereen... En mocht ik nog mensen vergeten zijn, dan mijn excuses. En ik hoop werkelijk waar dat wij een fantastisch mooi 2018 maken. Dank u wel.